Ja, we staan hier bij een biologische schapenmelkerij, de Vreugdehoeve. En naast mij staat Fred Hartog van Natuurmonumenten. Kunt u me wat vertellen over de Vreugdehoeve? Dit is de Vreugdehoeve, biologische schapen, hoe heet het, de melkerij, boerderij. En dit is een boerderij die is tot stand gekomen in de plaats van een boerderij die weg moest voor de dijkverlegging. Ze zijn hier in het kader van ruimte voor de rivier de dijk 300 meter naar Westerholt toe aan het verplaatsen. Die schapenboer moest weg en die heeft dus een nieuwe boerderij gekregen. En er is een beetje uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente Zwolle, de schapenboer en Natuurmonumenten. Want Natuurmonumenten heeft hier natuurlijk het prachtige natuurgebied wat hier achter de dijk ligt, wat we zo gaan zien. En de gemeente Zwolle die wil graag een gebied met recreatie voor de mensen die allemaal in Stadshagen zijn komen wonen. En de schapenboer die wil zijn bedrijf hebben. Dus er zit nu ook horeca bij. Ja. En alle excursies van Natuurmonumenten die starten vanuit het pand hier. Nou, dan gaan we zo meteen door de modder baggeren richting IJssel om te kijken wat er voor moois te zien is. Dat gaan we doen. Zeg Fred, hier wordt met mannenmacht gegraven achter ons. Wat doen ze allemaal eigenlijk? Ja, dit zijn de mannen van de Merwede, van Biggelaar. Dat is een aannemersbedrijf en die werken hier aan de dijkverlegging bij Westerholte. De dijk gaat 300 meter naar het noorden toe. En dan wordt het hier 120 hectare natuurgebied erbij. En ze maken hier, dat zie je hier voor je, een hele diepe geul. Of niet heel diep, maar in ieder geval van verschillende dieptes. 2,5 kilometer lang. En dat is om, als er grote regenpartijen uit de Rijn deze kant op komen, om die goed af te kunnen voeren. En de oude dijk gaat weg als de nieuwe klaar is. En dan wordt die gebruikt voor de nieuwe dijk die gaat komen bij de bypass bij Kampen. Is dit nu de IJssel wat we hier zien, al het water, Fred? Het is wel IJssel, water uit de IJssel, maar het is niet de IJssel. Het is een nevengeul. Die is in 2004 is hij klaargekomen. Toen is hij dus gelegd. Dit was eigenlijk allemaal grasland. En achter die hoge bomen daar stroomt echt de IJssel. Ja, ik zie nog een schip varen en eigenlijk gins ligt Zalk dan, hè? Ja, je ziet het torentje van Zalk daar in de verte. Ja. Dit is een aanzichtkaart, hè? Een levende aanzichtkaart. Een levende aanzichtkaart, schitterend. Het water in de IJssel, hoe stroomt dat hier binnen? Nou, als jullie hier in de verte kijken, dan zie je een dam. Dat is de zuidelijke dijk, winterdijk van de IJssel. En daarachter, daar ligt Hattem. Dus we kijken hier echt richting Hattem. En hier is ook die instroom van de Nieuwe Geul. Je ziet dat die behoorlijk breed is. Maar dat komt omdat het water nu hoog staat. Vrij hoog, met al die regen van de laatste twee nachten. En dan gaat hij hier onder een dam door. Ja. Er zit een dikke duiker. En hier aan deze kant zie je allemaal bomen om het water heen staan. En dat is de plek waar de watervogels wegblijven. En dat heeft als gevolg dat er weinig mest in het water zit en dat hier dus zeldzame waterplanten groeien. Aha. Het is een heel bijzonder plekje. Ja. En als je de andere kant op kijkt, die kant, dan kijken wij richting Vogelhut. We zien daar een soort grijs bunkertje in de verte. Dat is de Vogelhut. En dat is voor de vogelaars, want dit is een weideplas zonder begroeiing eigenlijk, directe begroeiing eromheen. Watervogels gaan hier voerageren en hier gaan ze rusten. En hier zijn ze dus meestal. En dan zie je in het midden van het water een eilandje, dat is het Vogeleiland. En de 15 vrijwilligers van Natuurmonumenten die zorgen dat dat steeds kaal is. Want in het voorjaar dan komen daar de kluten nestelen. En de kluten is inmiddels al een vrij zeldzame watervogel in Nederland. En hier hebben we het geluk dat we toch nog zo in het voorjaar 20 nesten hebben. Ja. We staan hier met een bordje, geen toegang. Blijft dat ook zo straks? Ja, dat is zo en dat gaat zo blijven. Het is beschermd natuurgebied van Natuurmonumenten. En dat betekent dat de mens eventjes taboe is, alleen af en toe dan mag je met een excursie mee.
En natuurmonumenten die organiseert ze door het hele land, hier dus ook. En die vertrekken vanuit de Vreugdehoeve. En als je wil weten wanneer en welk thema er is, want er zijn verschillende thema's, dan moet je kijken op www.natuurmonumenten.nl. Wij zullen kijken wanneer het is. Ganzen zie ik. Ja, en kievieten. Het zijn de koolganzen en we hebben ook nog kievieten. En er zijn altijd een paar, soms ook zwakkere, die blijven dan de winter over. Aha. Dus bijna alle kievieten gaan weg, helemaal naar Senegal of Zuid-Europa. Een enkeling blijft dus. En ze hebben hier met troepen van 500 à 900 gezeten. Dus op weg naar de trektocht. Hè? En hier in dat lage water halen ze dus waterbeestjes eruit en dan vetten ze op. Dus ze moeten extra kracht opdoen om de lange reis te kunnen gaan ondernemen. Ja, het is wel een eitje. Ja. Natuurmonumenten willen hier het zogenaamde Voerman-landschap. Voerman had hem, hè? Ja, die kennen jullie. Die heeft van die mooie schilderijtjes gemaakt van die bruine koetjes. Ja. En deze koe is winterhard. Dat wil zeggen, hij kan in de winter jonkies krijgen zonder steun. Ik zie hier een kastanjeboom, die hoort hij toch niet? Jazeker, kastanjebomen en hier vlak voor je neus zie je lindenbomen, 4 stuks. Ja. En dan komt, we staan hier boven op de terp waar dus tot 1972 boerderij gestaan heeft. Hebben er veel boerderijen gestaan hier? 3 stuks. Die kant op, daar zie je de familie Ruitenberg zat erin. Ja. Die hebben daar meer dan 100 jaar gewoond, die familie. En die hebben eigenlijk hier het land steeds extensief beheerd. En vandaar dat de hele oude planten hier dus nog steeds groeien. Is dit ook een nieuw gebied? Het water wat je hier voor je ziet, dat is inderdaad nieuw. Want het is een zijarmpje van de geul die in 2004 dus klaargekomen is. Maar daarnaast, daar zie je hele oude willigen, knotwilligen. En dat is eigenlijk in het achterste stukje van de boerderij, waar ook de varkenshokken waren. Ja. En die zijn meer dan 100 jaar oud. Zo. Ja. En wie knot die? Die knotten wij van Natuurmonumenten. We hebben 15 vrijwilligers die doen allerlei werkzaamheden hier, onder andere knotten. Wat doet Natuurmonumenten eigenlijk allemaal? Natuurmonumenten is natuurlijk heel vroeg ontstaan door Thijs en Heijmans. Het eerste ding wat ze hadden, gebied, was het Nadermeer. Het tweede was het Heiloerbos. En dit is dus vrij laat verworven, maar ze willen dus oude landschappen. Die willen ze bewaren, conserveren. In een bepaald stadium van een bepaalde periode. Ja. Hier de Vreugdrijke Waard. Daar proberen ze het landschap van ongeveer 1912. 100 jaar geleden. 100 jaar geleden. Dat proberen ze in stand te houden. Ja. En dat is het Voermanslandschap. Ja. Het landschap wat Voerman geschilderd heeft in feite. Wat zijn dit voor speciaal soort dissels? Dit zijn een hele aparte dissel. Het heet de echte kruisdissel. Je hebt 2 soorten. De blauwe die groeit in de duinen bij de zee. En deze die groeit hier en op sommige andere plekken langs de rivieren, maar niet veel. Hier groeien ze heel uitbundig, want het is een kalkminnaar. Hij houdt van kalk. Aha. En als er geen kalk is, groeit hij er niet. Dus hier zit veel hier kalk? Hier zit veel kalk en dat wordt aangevoerd met overstroming van de IJssel. Het is kalkrijk water, denk maar aan hard water uit de kraan als je uit de rivier drinkwater hebt. En dat kalk dat komt hier dus in die grond te zitten en een heel aantal kalkminnende planten die groeien hier dus. Hier zien we de laatste, de Mohikanen. Dat is ook een beroemde stroomdalplant, dat is de knikkende distel. En die distel die is als andere distels, alleen de bloem die wordt zo groot en dik als een artisjok. Artisjok is ook familie ervan. Dat die gaat buigen. Dus al die bloemen die hangen met de kopje naar beneden. Knikkende distel. En dan hebben we de distelvink. Die komt daar op de zaadjes. Nou zijn we bij de echte strandwal. Hier, we kijken nu recht
vooruit richting Zalk naar de rivier. En dan zie je het laag. En als je dan naar rechts kijkt, dan zie je het zo oplopen. En dan beginnen dus eigenlijk de rivierduinen. En de rivierduinen hier, dat is een onderdeel van een hele reeks. Zwolle ligt op een rivierduin. Welsum ligt op een rivierduin. Zalk, een stuk ervan, ligt op een rivierduin. Westerholte ligt op een rivierduin. En Hattem niet, want dat is de uitloper van de Veluwe. Maar in ieder geval, dat is uit die rij. En het is een lagere eigenlijk hier op deze plek. En die is dus helemaal begroeid nu. Maar het is allemaal zand, kalkrijk zand. Wat zijn dit voor resten allemaal van beesten? Ja, hier hebben we de ingang van ons vosselhol, of het vosselhol, het enige vosselhol hier in de duin. En dit is ook de plek waar je dus een prooi eigenlijk slacht, ontleedt en dan naar binnen haalt in stukjes voor de jongen. Hij heeft, van het voorjaar heeft hij 3 jonkies gehad. Ja. We hebben ze zien leuk, schattig gezicht. Ja, ja. Maar ja, voor die beesten die hij vangt is het natuurlijk niet zo schattig, want hier ligt een stuk van een... Een reiger, ja. Hier ligt een stuk van een haas, het pootje van een haas. Dit. Ja. Ja. En daar zie je het bosbeen van de reiger. Ja. Nee, nog niet daarachter. Ja. Dus dit is. Hier gaat hij het ontleden en dan brengt hij het naar het hol waar de jongen zitten. Ja. En de gangen staan wel een beetje met elkaar in verband. Oh, dus hier onderdoor lopen allemaal gangen? Ja, lopen gangen, ja. Nou, dat was het dan. Dik 2,5 uur wandelen door de vreugdrijke waard. Door de koeien vlaaien. En aan de afloop even hier, hè, de vreugdrijker hoeven, even wat drinken. Even lekker afzakken en even lekker wat drinken. IJsje erbij. Zo van de schapenmelk gemaakt. En heerlijk in het zonnetje. Mooier kan je het niet hebben. Ik wil je hartelijk bedanken voor de rondleiding. Het was fantastisch. Ik heb er een heleboel geleerd vandaag. En nou, misschien nou wel eens een keer. En dan een echte excursie in de zomer met bloeiende planten. Gaan we doen. Okay. Ik vond het heel leuk om te doen.